Tevreden met gelijkspel? Ja, dat is een goede vraag gelijk, zeg. Um, nou, wat ik net al zei tegen je collega van, uh, van onze kant. Zeg maar, um, kijk, als je uit naar de nummer twee moet die je thuis uh, goede resultaten behaalt, dan uh, moet je tevreden zijn. Ik denk wel dat we de betere kansen gehad hebben, vooral voor rust. Er komt een beetje allebei de kanten op, hè? Ja, ja, ik denk vooral de tweede helft ook. Weet je, wij, uh, wij hebben natuurlijk een voetbalende ploeg. Dat, uh, dat kan iedereen zien. en Dat proberen we ook tot in de treur uh, vol te houden. Goede keeper ook. Zeker, zeker. Ja, Tim was sterk. En, uh, nou ja, we hebben geprobeerd het voetballend op te lossen, ook op dit veld. En Dat uh, lukte soms heel aardig en soms wat minder. Maar ik denk dat je voor eens een goal moet maken en dat is niet gelukt. Ik had heel de, heel de, uh, het hele wedstrijd idee van degene die de eerste goal maakt, gaat de wedstrijd winnen. Ja, dat had ik ook, ja. Ja, inderdaad. Ik heb het ook gezegd, zelfs uh, langs, uh, langs de kant bij ons. Maar goed, uh, weet je, uh, Volders, uh, doet heel, die gooit er heel veel strijdleus tegenover. En, uh, we ja, hebben ook gewoon gevaarlijke spitsen, dus blijven wel gewoon opletten. Dus het is niet zo dat ik op in 89 minuten achterover ging zitten en dacht van die is binnen. Dat zegt wel iets misschien over deze klasse, hè? dat je de nummer 10 moet tegen nummer 2 en in principe was het een zeer gelijkwaardige wedstrijd. Ja. ja, nou vind ik ons heel arrogant gezegd niet echt een nummer 10 hoor. Ik vind dat wij ook... komt dat dan? Ja, we hebben gewoon een aantal keer uh, uh, uitwedstrijden op gras, dat, daarom was dit ook weer een overwinning voor ons. We hebben gewoon uh, niet goed gespeeld. 5-0 verloren van Batavia, 3-2 verloren van SDO. Uh, RCC verloren met 4-0. Ja, dat zijn geen uitslagen natuurlijk voor ons. En uh, daarom is het wel een overwinning. We hebben gestreden met de jonge ploeg tot de laatste minuut. Dus uh, in die zin kan ik het. Het was een heel lastig veld, je noemde het al. Maar het leek wel of uh, Alfse Boos daar beter mee om kon gaan dan ze volle. Ik zag heel veel spelers van volle uitglijden. Ja. Terwijl jullie spelers schijnbaar minder moeite mee hadden. Ja, nou kijk, wij zoeken het in voetbal. En uh, al die jongens die hebben bij ons in de jeugd gevoetbald, tenminste 15 van de 19 uh, inmiddels. Dus dat is netjes. Ja, en onze jeugd speelt gewoon allemaal eerste divisie, Dus dat zijn allemaal jongens die hebben een opleiding genoten en die kunnen lekker voetballen. En dat is onze kracht en gelijk soms onze zwakte ook. Maar als wij uh, strijd blijven leveren, dan uh, komen we heel eind. Dus uh, als ik het uh, goed mag begrijpen, zullen we, zullen we jullie uh, langzaamaan wel zien stijgen op de ranglijst. Ja, ik weet niet of we voor Silvolde voorbij gaan, dat is een tweede. Maar we gaan in ieder geval uh, stijgen. Dat is wel de bedoeling. Ja. Bij 1 en jullie twee stand, Zullen we dat afspreken dan? Dat is bij deze geregeld.